Deze kids van het zesde leerjaar van de basisschool De Klinker uit Antwerpen hebben meegedaan aan de filmwedstrijd Hollywood in de Klas. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door het Internationaal Filmfestival van Rotterdam. Vandaag zijn ze in Rotterdam om het resultaat te bekijken en hopelijk een prijs te halen. Er speelt hier een wedstrijd af, een internationaal filmwedstrijd. En wij zitten daarbij en er zijn nog 12 anderen. We zijn de enige uit België. En de rest is allemaal uit Nederland. De bedoeling van dit festival is dat kinderen ook eens filmster kunnen zijn. Dus zij mogen hier helemaal in gala komen en zo. Er ligt ook een loper voor de ingang. Ik voel mij Nicole Kidman-achtig. Ik vond ons filmpje ook heel horrorachtig. Allee, door de heks. Ze leek echt wel horror. De andere Nederlandse klassen waren ook heel goed. Misschien wel beter wel soms, maar dat weten we nog niet. Dat zullen ze beats direct horen. Hè? Wij vrezen ook wel een beetje van, gaan die Nederlanders nu voor de Nederlanders kiezen of gaan die ook een beetje naar de film zelf zien? Alles komt weer goed als jullie mijn naam raden. Maar we maken kans, dus allez, we houden onze moed sterk. En de publieksprijs is voor de Belgische kortfilm Hachu. Dikke proficiat.